Hi, leuk dat je weer kijkt. Ik ben Alexander Remmers van de afdeling Sportparticipatie. En we hebben speciaal voor alle golfclubs en banen hebben we webinars opgenomen met betrekking tot ledenbehoud. Nou, vandaag staat het thema centraal samenwerking. En als gastspreker hebben wij Jelle Pauw, clubmanager van Golfclub Zwolle. Ja, klopt. Jelle, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn, Alexander. Je hebt een mooie samenwerking, vind ik, opgestart bij Golfclub Zwolle. Ja, en speciaal daarvoor heb ik jou gevraagd om 5 tips te formuleren voor de golfclubs en banen. Ja, die hun kan helpen om ook die samenwerking op te starten. Want nou ja, uiteindelijk moet je het wel samen doen. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Samen moet je zorgen dat je de club met elkaar draait. En alleen op die manier geloof ik dat je succesvol kunt zijn als club zijn. Nou, helemaal mee eens. Zeker zo. Zou je kunnen beginnen met de eerste tip? Ja, tip 1. Ik had daar aangegeven, zorg voor overeenstemming in een gezamenlijke visie en in wat we willen bereiken met elkaar. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je met de afdeling in het ecosysteem bespreekt van hey, waar staan we voor en hoe gaan wij de golfer bedienen. En het belangrijkste daarbij is denk ik dat je daar een bepaalde kapstok voor elkaar of met elkaar samenstelt. En die kapstok die zal eigenlijk iets moeten zijn waar je altijd aan kunt teruggrijpen. Dus in de keuzes die je maakt als organisatie zou je kunnen zeggen, oké, draagt het bij aan onze visie en helpt het onze visie. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld in Zwolle zeggen wij verkopen golfgeluk. Dat is geen hele onbekende term, denk ik, in de golfwereld. Maar dan kun je in alles wat je doet, kun je ook de keuzes maken. En je afvragen, draagt het bij aan het golfgeluk van de golven? Dus de golven zet je centraal en daaromheen zet je de afdelingen die samen het ecosysteem vormen. Kijk, en de golfschool heeft natuurlijk heel veel contact met de golfers. Ja. Dus vandaar dat jullie heel belangrijk is om hun eigenlijk misschien wel vanaf het moment 1 meteen mee te nemen in het ontwikkelen van de visie. Ja, en absoluut. Ook het uitdragen van die visie. Absoluut. Ik denk dat het gaat over golfgeluk. En de pro's die staan bij de eerste les en bij de eerste kennismaking met de golfsport, zijn zij degene die het baken zijn voor de beginnende golfer. En die moeten hun meenemen in hele mooie golfervaringen, golfgeluk. Op die manier zijn zij echt, spelen zij een cruciale rol daarin. Ja. Maar wel als onderdeel van het systeem. Ja, ja. Nou super. Ja, klopt. Nou, hij is voor mij helemaal helder. Dus ja. Tip 2. Tip 2. Tip 2 is breng samen de reis van de golfer in kaart. Ik denk dat het goed is om met de afdelingen samen te bespreken van wat is de verwachting van de golfer en hoe kunnen we daar goed op inspelen. En natuurlijk zijn er allemaal verschillende verwachtingen en is het ook zaak dat als de golfer er zelf is, proberen die verwachting te achterhalen. Maar als je met elkaar al, er is wel een bepaalde lijn te bedenken met elkaar. En als je die met elkaar al bespreekt, kom je al heel ver met de verwachtingen. Iedereen heeft daar ook zijn eigen ideeën in. En samen kun je dan ook een route maken van hey, die golfer die komt binnen, die wordt daar ontvangen. Wat gaan we hem daar vertellen? Waar verwijzen we hem vervolgens naar door? Wat doen we daar? Dus zo zou je echt de hele reis door de golfclub, en dag is eigenlijk gewoon, dag golf is een reis. Ja. Zou je dat helemaal in kaart kunnen brengen. De befaamde player journey waar we het al eens over hebben. Ik moet eerlijk zeggen, deze term spreekt mij meer aan. Ja. Hè? Gewoon die reis van die gast, van die klant, hoe je het ook wel noemen. Als je dat goed met elkaar bespreekt, waar loopt hij doorheen? Dan kun je ook kiezen wat je op die momenten doet. Ja. Nou, helemaal mee eens. Ik denk dat het inderdaad die player journey is daarin echt een belangrijk onderdeel. Ja. De stappen echt doorlopen met elkaar en echt samen daar ook iets dat beschrijven. Dan kun je daar goed op inspelen. Yes. Ja. Oké, de derde tip. De derde tip. Zorg voor verbinding in het ecosysteem. Dus het ecosysteem, daarbij zeggen we die golven zetten we centraal. Zij, de professionele afdelingen daaromheen. Management, receptie, greenkeepers, pro's, horeca. Al die elementen met elkaar ook zorgen dat daar een verbinding is. Dus ook met elkaar bespreken van oké, dit doen wij om het golfgeluk te garanderen. En zorg ook dat er dan aansluiting tussen die afdelingen zit. Hè. Dus ook dat je van elkaar weet dat je bezig bent met het golfgeluk. Om een voorbeeld te geven, de beginnende golfer die als eerste keer op de golfclub komt, ontvang die met een kopje koffie. Maar zorg dat de horeca daarvan op de hoogte is. Maar ook de golfpro en ook de receptie, zodat ze het ook weten van elkaar. Ja. En die verbinding moet je wel met elkaar maken. En dat kun je op verschillende manieren doen. Hè. Je kunt natuurlijk met elkaar teamtrainingen doen. En als team het samen met elkaar weer bespreken. Maar ook elkaar leren kennen. Hè. Hoe reageert iemand op bepaalde zaken? En op zo'n manier creëer je ook verbinding. Andere dingen wat je ook kunt doen is gewoon ook echt gewoon plezier hebben met elkaar. En, ja. Nou, een goed voorbeeld daarvan is ook personeelslessen bijvoorbeeld met elkaar. Om verbinding met elkaar te hebben.
Zodat iedereen binnen de organisatie niet alleen maar iets weet van golf, maar ook ervaart wat golf is. Ja, nee, zeker. Ja, dat zeker. Ja. Dat is denk ik sowieso goed om mee te kunnen praten met de gasten en ze ook te kunnen informeren. Ja. Ja. Nou, even voor de helderheid, ecosysteem is voor mij en voor jou een heel heldere term. Ja. Maar we hebben ook wel eens gehoord dat er verwarring over is. Ecosysteem is echt dus die samenwerking tussen eigenlijk dus al die factoren rondom die golf. Hè? De horeca, de golfschool, de receptie, management, noem maar op. Het gaat over het ecosysteem in de organisatie. Hè? Yes. En ecosysteem is, hè, als je het kijkt vanuit de natuurwetgeving, gaat het natuurlijk over een bepaalde omgeving die je hebt. En daarin zullen de dieren en de planten en alle actoren die er in die omgeving zijn, zullen goed met elkaar kunnen leven en gezond kunnen leven. En dat kun je dus vertalen naar een organisatie. En ook zeggen, oké, dit zijn de afdelingen en die moeten ook samen met elkaar gewoon goed en gezond kunnen leven. En dat het groeit en bloeit. Ja. Ja. Nou, super. Ja. De volgende tip. Geef vertrouwen en zet iedereen in zijn of haar kracht. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om mensen vertrouwen te geven in de manier waarop zij invulling geven aan hun activiteiten en hun werk. En ik denk dat controle daarbij iets is wat je minimaal zou moeten houden en iedereen ook de ruimte geven om invulling te geven. Want daarmee wordt het ook iets van hunzelf en van zijn eigen. Het is wel natuurlijk zaak de kaders te bewaken, die kaders ook te geven vooraf. Maar ik denk dat dat vooral goed is om mensen daar zelf invulling te laten te geven. En gaandeweg dat proces zie je ook wel waarin excelleert en zich prettig voelt. En op die manier kun je ook kijken dat je anderen in hun kracht zet daarbij. Dus je kunt ze kijken van, deze is bijvoorbeeld heel goed in het te woord staan van gasten. En de andere is weer veel beter in het voorbereiden. Nou, misschien zou je dan juist een wisseling kunnen maken in die stapjes. En toch het ecosysteem in stand houden. Ja. Nou, te gek. Oké, Jelle. Nou, vier hele heldere tips. Ja. En heel duidelijk. Ja. Volgens mij zijn we aangekomen op de laatste tip. De laatste tip. Een hele belangrijke, denk ik. Werkwijze samen verantwoordelijk. Zorg dat je met elkaar werkt als samen verantwoordelijk. Ik geloof in dat er vier manieren van werken zijn met elkaar. En ook vier manieren van gedrag eigenlijk daarbij. Eén is strijd. Strijd daarbij gaat het eigenlijk alleen maar om het resultaat van jouw eigen afdeling of jouw eigen functioneren. Daarbij ontstaat altijd iets van ik vind het belangrijk dat het voor mij goed gaat en de ander interesseert me niks. Nou, ik geloof niet dat een gezonde situatie is voor een ecosysteem. De tweede is ieder voor zich. Daarbij zeg je, oké, ik doe gewoon mijn ding en jij doet je ding en we laten elkaar gewoon leven erbij. En het hoeft niet ten koste te gaan van de afdeling zoals het bij strijd gaat. Maar daarbij ga je ook uiteindelijk het niet redden, omdat je uiteindelijk dan wel in conflict situaties ook komt. En dat je niet van elkaar weet wat je doet. En het gevolg daarvan is uiteindelijk denk ik dat je de golfer verliest. Ja. De derde is samenwerken. En samenwerken is natuurlijk een gezond iets en een goed iets. En ik denk dat ook veel clubs daar al zitten met elkaar. En goede afspraken met elkaar maken, werkafspraken. Zorgen dat dingen bij elkaar aansluiten. Maar iedereen blijft wel bij zijn taken en zijn verantwoordelijkheden. Kan functioneren, alleen de kans is ook wel dat daar ook de golfer op langere termijn het niet gaat redden, zeg maar. En die blijft dan naar mijn idee ook ervaren dat er verschillende partijen op een club zijn. Je hebt op heel veel banen natuurlijk de baan, de club en de golfschool apart. Ja. En ook een horeca apart. Ja. En we willen natuurlijk niet dat die golfer al die partijen af moet om tot iets te komen. Nee. En belangrijk is ook om daar weer te realiseren vanuit de perceptie van de golven, van de bezoeker, die komt gewoon op golfclub A. En die ziet dus niet dat die partij er is, of die partij, of die partij er is. He, die is gewoon, in zijn ervaring en in zijn reis, is hij op die golfclub. En alle afdelingen eronder, daar geeft hij uiteindelijk zijn beoordeling en zijn gevoel over weer. Ja. Dus dat is altijd belangrijk om te onthouden. En dan is het allermooiste dat je naar werkwijze 4, de relatie, samen verantwoordelijk gaat. En bij samen verantwoordelijk gaat het ook omdat je ook met elkaar meekijkt en ook voor elkaar instaat op bepaalde momenten. En dat kan al met hele kleine, simpele voorbeelden. Even bijvoorbeeld, je kunt op het golfcomplex aankomen als medewerker en je ziet allerlei prulletjes hier liggen op het pad naar het clubhuis. Dan kun je denken, dan moeten de greenkeepers opruimen. Of je doet het zelf even.
Tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat het bijvoorbeeld heel druk is in de horeca en dat er overal nog kopjes en schoteltjes staan. En je komt als golfpro binnen, nou ja, ruim ze even op en neem ze mee naar de spoelkeuken en spring daar ook even bij. Voorbereiding voor golfclinics, nou, dat kan ook net zo goed even iemand van de horeca doen als daar even rustig is en het aan de andere kant weer druk is. Dus op die manier, daar geloof ik in, dat is samen verantwoordelijk. En dan ga je ook met elkaar zorgen dat die golven gewoon goed ingebed in de club komt. Ja. Ja. Nou, super. Geloof ik heel erg in. Ja, ja. Ja, ik ook. Nou, Jelle, hartelijk dank dat jij deze 5 tips met mij, maar ook met de golfclubs in Nederland wilde delen. Ik ben altijd enthousiast over deze verhalen van Jelle. Ik hoop dat jullie ook enthousiast zijn, maar mocht je het nog niet helemaal duidelijk zijn of meer informatie wensen, nou, ik ben goed bereikbaar op onderstaand mailadres en ik help jullie graag om ook op dit moment, op dit punt, de juiste stappen te zetten. Tot de volgende keer.